Er is nog maar een kruimel eten over. Waarom heb je die met ons gedeeld? Mam, dat is niet eerlijk. Kijk in de keukenlades. Misschien vind ik hier wel iets lekkers in. Oh, een donutdoos. Ik zal deze eens controleren. Een pan. Hij is gewassen. Eens kijken wat we hier hebben. Helemaal niets. Het lijkt erop dat deze familie helemaal door haar voedsel heen is. Graanbakjes. Ik kan niet geloven dat er zelfs op de bodem niets meer over is. Dit is de laatste. Hoi. Mag ik het opeten? Lijkt me een goed moment om onze doos te openen voor regenachtige dagen. Kom hier. Het is leeg. Ja, we hebben het gisteren al op, weet je nog? Joepie, een nieuw thuis. De laatste hoop om iets lekkers te eten is vervlogen. Hij is een vriend, geen maaltijd. Ik heb mijn voorraadje ergens verstopt. Waar is het? Peet, er is hier niets. Wat is er aan de hand? Waar is mijn kostbare geld? Is dat oma's receptenboek? Laat eens zien. Recepten voor fastfood. Dit zou onze geldmaker kunnen zijn. Ik heb een voorraadje gevonden. Ik zal het bewaren voor de handel. Het eten is klaar. Kom hier, help jezelf. Schat, je bent ongelofelijk. Je bent de beste man. Geniet van de maaltijd. Deze hotdog is echt de jam. Dit is het recept van onze grootmoeder. Wacht eens even. Stond mijn voorraadje niet in dit boek? Waar is het? Geen idee. Oh. Ik weet het wel. Laten we een fastfoodzaak openen. Van oma met liefde. Ik kom eraan. Het werk in een familie fastfoodrestaurant is in volle gang. Er zijn veel hongerige klanten. Dankjewel. Wel, gaat u zitten alstublieft. Hier is uw menu. Ik begrijp het niet. Ober? Ja? Ik wil sushi. Geen sushi. Sushi. Nee, we maken hier geen sushi. Ik wil sushi. Sushi. Misschien een hamburger? Sushi. Geef me sushi. Het lijkt erop dat deze gast precies weet wat hij wil. Prima, komt er zo aan. Hij is zo traag. Carol, er is een man die sushi besteld heeft. Hij wil niets anders. Oh. Echt waar? Goed dan, ik zal sushi voor hem maken. Wacht even. Zo'n recept stond niet in oma's boek, maar Carol is een getalenteerde kok. Ze creëert alleen maar meesterwerken. Vis op de pizzakorst. Ik maak snel sushi. Dit gerecht is echt uniek. Wauw, ik wist niet dat je dat kon. We kunnen een nieuw Aziatisch menu maken. Alsjeblieft, zeg maar sushi. Ik wil het zo graag proeven. Jouw sushi, eindelijk. En twee rietjes. Bedankt, geniet van je maaltijd. Ik begrijp niet wat ik ermee moet doen. Oh, dit zijn eetstokjes. Ik zal er een proberen. De smaak is ongewoon. Wat denk je? Zal de kieskeurige gast Carol speciale gerecht lekker vinden? Ober, kom eens hier. Dit is geen sushi. Dit is het lekkerste gerecht dat ik ooit geproefd heb. Ik zal het aan al mijn vrienden aanbevelen. Het is een smaakexplosie. Chef, ik bewonder je talent. U bent ongelofelijk. Ik zal nog meer eten. Uw sushi maakt dat ik hoog wil vliegen. Oh, mijn maag. Ben je in orde? Het toilet is daar. Bedankt. Tijd om naar de grond te komen. Ik hoop dat iedereen goed werkt in een fastfoodrestaurant. Want ik heb met niemand medelijden. Laten we met de inspectie beginnen. Oh nee, het is een inspecteur. Ik moet het hier schoonmaken. Dochter, er is een heel belangrijke gast gekomen. Zorg goed voor hem. Kom op, ga. Waar is de ober? Hier is je menu. De serveerster ziet er slordig uit. Minpunt. Breng me dit. Snel. Een ogenblikje. Mam, hij is zo eng. Wat heeft hij besteld? Een pizza. Heb eens. Geef hem voorlopig maar een hamburger. De tafel is schoon. Alsjeblieft. Wat is dit? Ik heb het niet besteld. Dit is met complimenten van de chef. Geniet ervan. Echt waar? Dankjewel. Dan zal ik het eens proberen.
Het vlees is sappig. Ik vind het lekker. Ja, hij vindt ons eten lekker. Het is zo lekker. Oh, weer een compliment van de chef. Hun eten is zo lekker. Franse frietjes. Dit restaurant weet hoe je een gast moet behagen. Je pizza is klaar. Bon appétit. Als je ook van fastfood houdt, geef deze video dan een duimpje omhoog. Is het gelukt? Perfect. Inspecteur beveelt aan. We hebben het geweldig gedaan. Ik zeg je, het was de beste wedstrijd van het seizoen. Kun je ophouden met praten en me hier helpen? Hé, hoor je me niet? Waarom doe ik alles alleen terwijl jij gewoon zit te chillen? Laten we de volgende keer samen kijken. Geef me je smartphone. Mijn wat? Ik begrijp het niet. Neem je me in de maling? Ik zal je meteen een leuke mop laten zien. Wees niet boos op me. Ik wilde alleen maar met een vriend praten. Het ziet ernaar uit dat iemand vandaag een speciale hamburger van de chef krijgt. Uw bestelling is klaar. Waar blijft mijn eten? Bedankt. Ik heb een smartphone in mijn hamburger. Ik kan het niet geloven. Ober? Ja? Oh, het spijt me. Dit is een belangrijk telefoontje. Ik zal antwoorden. Broer, het is goed dat je terugbelt. Ik heb je nog zoveel te vertellen. En mijn hamburger dan? Ik kom hier nooit meer terug. Wow, echt waar? Echt niet. Ik zie dat iemand een gegrilde kotelet wil worden. Werken in een fastfoodzaak is niet gemakkelijk. Bro, ik kan je horen. Waar zijn we gestopt? Oh, je afspraakje. Hier is je menu. Eindelijk. Bro, wat een mooie zaak heb je. Je bent hard aan het werk. Ik ben net terug van de Malediven. Wat een uitslover. Weet je wat? Omdat jij tijd had om uit te rusten, vervang je mij. De zomer roept me. Nee, wacht. Ga niet weg. Ik wil niet werken. Tijd om te gaan werken. Wat is dat? Ben ik in een pizza veranderd? Eet me niet op. Na een lange dienst in het fastfoodrestaurant kun je gemakkelijk nachtmerries krijgen. Het was maar een droom. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd, Cindy. Alsjeblieft. Dank je wel. Dat is nog niet alles. We hebben een klein cadeautje voor je klaargemaakt. Oh. Oh, echt waar? Pizza? Herinneringen aan de nachtmerrie zijn nog vers. Waarom ben je van streek? Maak het doosje open, schat. Wauw, dit is een make-up tas. Er zitten zoveel leuke dingen in. Deze lippenstift ziet er gaaf uit. Ik zal hem eens uitproberen. Oh, het moet zoet zijn op de lippen. De tint is erg mooi. Bedankt voor het cadeautje. We zijn blij dat je het mooi vindt. We hebben nog een verrassing voor je. Echt niet. Het werk roept, Cindy. Hoi, neem dit mee. Kom naar ons fastfoodrestaurant. Welkom. In een familie fastfoodrestaurant is de verjaardagstaart ook bijzonder. Een hamburgertoren. Vicky heeft zo'n grappige foto geplaatst. Ik laat de reactie achter. Oh, nee. Wat doet opa hier? Hij is erger dan een inspecteur. Ik heb hem niet geroepen. Hoi, opa. We hebben je gemist. Wat een vreselijke plek. Alle tafels zijn leeg. Heb je helemaal geen bezoek? Kom binnen, opa. Niet nu, schat. Ik heb hier belangrijke zaken te doen. Het ziet er helemaal niet vers uit. Is het eten wel vers? Natuurlijk. Laten we eens kijken of het hier schoon is. Niet de bovenste plank. In tegenstelling tot de inspecteur hadden ze geen tijd om hun opa tevreden te stellen met heerlijk eten. Dat wist ik wel. Het is er vies. Oh nee, hij vond stof. We zitten in de problemen. Maak het hier schoon en schiet op. Wat ben je aan het doen? Patat is beter dan nagelverlenging. Wat een verspilling van voedsel. Hoe kon je? Schrijf het 100 keer op. Ik zal niet met eten spelen. Oké, opa. Hij is zo streng. Opa mag dan nog de oude manier van lesgeven hebben, maar hij is wel effectief. Jongens, jullie eten is er. Geniet ervan. Recht je rug en maak dat je wegkomt.
Wie is die mafkees? Hoe dan ook, niet zal mijn eetlust bederven. Laten we eten. Wat een zacht broodje. Waarom zijn jullie zo traag, jongens? Eet het op. Er zitten een heleboel mensen te wachten op een vrije tafel. Ze ruimen niet eens naar zichzelf op. Niemand wil ruzie maken met zo'n strenge opa. Zo, heb je alles wat ik gevraagd heb? Goed zo, goed gedaan. Je hebt nog hoop. Maar ontspan je niet, ik kom nog terug. Ik hoop het niet. Eindelijk, hij is weg. Ik ben gestrest. Sorry, meneer de inspecteur, maar uw portret zal vervangen worden door een gevaarlijk persoon. Dubbele kaas, alsjeblieft. Heb eens. Hallo, meisjes. Vinden jullie mijn look van de dag mooi? Oh, wauw, ze is Sweet Cherry Abby. Dit is een beroemde TikToker. Ze zou reclame kunnen maken voor onze fastfood. Ga haar verwelkomen. Waarom ik? Oké. Mijn cherries, ik zal vanavond cosmetica recenseren. Maar nu zullen we iets hebben dat nog interessanter is. Pak je favoriete hapjes en laten we samen eten. Hallo? Schrijf in de commentaren hieronder wat ik moet bestellen. Ze hebben een special voor bloggers. Wauw! Dit is een speciale maaltijd van de chef. Ik zal het nemen. Goede keuze. Komt er zo aan. Ze is zo cool. Speciaal menu is klaar. Een populaire beautyblogger verspeelt geen tijd. Abonnees zullen dol zijn op haar nieuwe manicure. Uw bestelling. Dit gerecht heeft een bijzondere presentatie. Dat is zo cool. Je weet hoe je het hart van een blogger kunt toesmelten. Wauw, het is zo lekker. Ik zie dat je ervan geniet. Wat is dat voor manicure? Het zijn onze concurrenten. Frank duldt zulke dingen niet in zijn restaurant. Ik laat mezelf al uit. Nee, ik zal je helpen. Dit is ook een speciale service voor bloggers. Laat haar maar. We hebben onze kans op een advertentie verloren. Kom niet meer terug. Vond je onze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!